Het is prachtig om de levenslessen mee te maken, omdat je jonge mensen hebt die vol enthousiasme hun droom achterna gaan. Het oude mens zelf wat aanwezig is, maar ook mensen van de scholen, ook politici, ook ambtenaren. En die maken gewoon mee wat er gebeurt als je jonge en oude mensen bij elkaar brengt. En dat geeft, dat geeft een enthousiasme waar iedereen eigenlijk vrolijk van wordt. En dat is denk ik het belangrijkste wat de levenslessen doen. Die geven gewoon levenslust weer. We moeten verder in plaats van dat we alleen maar blijven hangen in van het is allemaal diepe ellende en het is akelig. Op het moment dat wij ouderen heel erg neer gaan zetten als jij bent oud en ziek en zwak en zielig. Hè, en jij kan niks meer en hier heb je wat. Hè. Ja, dat zou je ook niet leuk vinden. Hè. Ik denk dat ieder mens van een bepaalde waarde wil zijn en een bepaalde betekenis wil geven. En laten we op zoek gaan naar manieren om dat te doen. Vandaag was er een idee over een marktplaats waar ouderen spullen aan konden bieden die ze gemaakt hadden en vervolgens daarmee geld op te halen om activiteiten voor hunzelf te organiseren. Nou, op het moment dat je bezig bent met iets maken voor zo'n marktplaats, dan is dat toch een soort betekenisvolle activiteit. En je kunt bij hele ouderen vaak hun kwalen niet veranderen. Je gaat geen harttransplantatie meer doen, nieuw hart. Nieuwe heupen kan wel, dus er zit wel een mooie toekomst in. Maar het welzijn is heel belangrijk. Dat bestaat vaak uit contacten. Is een keer op bezoek bij een vriendin waar je niet meer kan komen. Een concert wat je graag wil volgen. Dus ik ben ook niet zo voor de grote dingen als buggyjumpen en zwemmen met dolfijnen. Maar juist voor het vervullen van de kleine wensen. En uit de projecten die vandaag gepresenteerd zijn, was ik heel erg enthousiast over de projecten die ertoe leiden, of dat nou het doel is of niet, tot contacten tussen de generaties. De opa's en de kleinkinderen, de oma's en de kleinzonen. Dat is heel belangrijk. Ik heb een paar jaar geleden heb ik in Leiden dat verhaal van mevrouw Schuurmans in ontvangst mogen nemen, waar bleek dat de jongeren op de mbo en de hbo-leider eigenlijk niet met ouderen willen werken, omdat ze ouderen zo vonden zeuren. En ik zeg allereerst, ik behoor de ouderen aan te pakken door te zeggen, jongens, een beetje positief naar het leven kijken. Maar er zijn genoeg ouderen die positief naar het leven kijken en dat moet in de opleidingen worden meegenomen. Ik vind dat er veel meer en veel sneller gastcolleges door ouderen moeten worden gegeven. En dit is er ook zo'n voorbeeld van. Dat je de jongeren zelf aan het woord laat en zegt, gaan jullie nou bij ouderen vragen wat er veranderd moet worden in de opleiding? Maar ik heb vanmorgen ook een paar hele leuke ideeën gehoord, waarvan ik denk, oh god, wat slim. Dat ik al, mijn handen jeuken al om dat te gaan implementeren. Want over 2 jaar mogen we een nieuwe opleiding starten, dan hebben we nieuwe dossiers. En dan denk ik, oh, als we dat en dat en dat nou ook nog eens kunnen realiseren, zou helemaal top zijn. Je kan pas een goed zorgverlener zijn volgens mij als je op een of andere manier het vermogen hebt om je in die ouder te verplaatsen en je werkelijk de vraag te stellen, wat zou die van mij willen? Wat betekent het voor jou als klant als jij op bed ligt, want dit is uit de praktijk, als jij op bed ligt als bewoner, als cliënt en twee medewerkers helpen jou wel, maar in plaats van dat ze met hun aandacht bij jou zijn, praten ze over jou heen over hoe het weekend was geweest. Het gaat vaak ongemerkt, men heeft het vaak niet in de gaten. Als jij daar in dat bed ligt en je ervaart hoe dat is, nou ik zou haar zeggen, dan doe je het nooit meer. In ieder geval bedenk je je nog wel eens. En het is een beetje jammer voor de prijswinnaars, want het was niet helemaal een nieuw idee, maar het is wel een heel goed idee.